Dus ik ga nou naar dat trapje dat ik echt mij aanbevoren. Kun je niet zwemmen? Het begint weer en we zijn ook heel blij dat het allemaal weer open kan en mag. Dus en je ziet ook dat het allemaal weer mondjesmaat toeneemt. De mensen die komen weer langzaam naar het zwembad toe en we zijn er ook heel erg blij mee. Hè? En we staan weer helemaal klaar om ze te ontvangen en te begeleiden. Ja, ze moeten eerst aanmelden via de website van Sportpark en dan kunnen ze online reserveren. En dan is het per blok dat ze kunnen reserveren voor het binnen- of voor het buitenbad. Een blok staat voor een uur, maar goed, in dat uur is het 5 minuten omkleden. En een kwartier voor de tijd voor het uur, dan moeten ze de zaal verlaten. Om het andere tegemoetkomend verkeer te ontlasten. Dus. 'S morgens van 6:30 tot 's middags 2. Abonnementhouders kunnen gewoon weer komen. En de tekortkomingen die ze hebben gehad, die worden erbij opgezet later. Maar we zijn al lang blij dat we in maart open zijn gegaan. En dat we ze een kopje koffie kunnen aanbieden. En ook heel leuk kunnen begeleiden. Dus door wind, weer en regen. Hè? Ja. Betsy Huizenveld, u bent een van de zwemmers hier in het sportpark. Hoe lang zwemt u al? 41 jaar. 41 jaar, elke week door weer en wind. Nou, ik woon dichterbij. Je woont er heel dichtbij. Dat is heel fijn. Nu wel, de laatste 10 jaar wel, ja. Wat vindt u zo fijn aan zwemmen? Oh, heerlijk. Heerlijk, alles is weer. En echt voor de gezondheid. Ik moet ook zuiver voor de gezondheid. En blijft u nog een tijdje niet over? Ja, hoop ik wel. Ik heb alweer een jaarabonnement, dus ik heb ieder jaar een jaarabonnement. Dus ik van lichaam en ziel ben ik. Dus u bent echt een die-hard zwemmer nu? Ja. Parapluën was het regen, maar ik ga er wel door. En hoeveel zwemt u dan zo'n als u hier bent? Ik doe nu 20 baantjes. Ja. En het houdt u goed bij? Toch helemaal. Maar ik heb er 40 gekund hoor. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Dan kunnen we nog het bad eigenlijk verbreden met mensen die nog sneller willen zwemmen. Dus ja. Goed, de meer banen, hoe beter eigenlijk. Nou, en dat ziet er allemaal heel positief uit. Dus ja, het is voor Almelo een heel grote aanwinst. En ja, en de faciliteiten wat er ook bij komt, dat is ook mooi. Uit het allemaal zo ziet. Dus, Je ziet de toekomst met vrouwen. Ja, ik ook. Dus het komt helemaal goed.